Ja, dan krijgt het zo'n mooi woord. Hè? Dan noemen ze het graaiflatie. Weet je wel. Maar dat is het natuurlijk helemaal. Dat is alleen maar camouflage, vrienden. Noem het nou wat het is. Het is diefstal. Het is gewoon jatten. Dat is wat het is. En dat wordt dan verpakt in graaiflatie. En dat iedereen en alles en daar boos over is, dat is volkomen terecht. En dat kan ook niet anders. Want hoe vervelend is dit niet, wat die mensen doen van die grote bedrijven? En dat wisten we al. We wisten al dat het van die vervelende dieven waren. Zijn van die figuren dat als je met een aantal mensen gewoon met een mannetje of 100 sta je te bibberen in de kou midden in de nacht en het is steenkoud. En dan is er eentje die verkoopt slaapzakken. En dat zijn zij, ja. En die vragen dan de hoofdprijs. Dat zijn die figuren, ja. En nog ergerlijker is dat ze maken dus allemaal die winsten en die winsten, ja, over de ruggen van de burgers. En dan zijn het ook die lui die dat bedacht hebben, hè, om dat geld te pikken van die burgers, die zichzelf dan enorme bonussen geven. Ja, dat lezen we dan ook altijd. Ja, nou, ze hadden weer een record omzet en dan geven ze zichzelf gewoon lekker een miljoentje of 6, 7, 8 of 10. Ja hoor, ja hoor, ja. Ja, in plaats van die lui, want voor diefstal staat maximaal 5 jaar. Sluit ze 5 jaar op. Dat is wat ze verdienen met dit misselijke gedrag. Want het is niet alleen diefstal, vrienden. Nee, het is ook misbruik maken van de situatie. En dat maakt het gewoon nog heel veel erger. Ja, want de inflatie was er al. Oh, weet je wat we doen? Dan leggen we er nog even lekker 20% bovenop. Ja, en dan maken we met z'n allen, met die Shell en die Unilever en die energiebedrijven en die supermarkten, maken we nog even lekker, zo zeg maar, 10 miljard winst. Oh ja, dat doen we dan. Ja. En de regering, dat is dan ook zo eentje in het kabinet, die laat dat allemaal gebeuren. Ja, niemand die opgelet heeft, is dat de Rabobank, die moet daar dan achter komen. Waarom? Kunnen we dat zelf niet uitzoeken? En nu, hoe moet dit nu verder dan? Gaat dit in de toekomst gewoon weer gebeuren? Kunnen zij gewoon maar geniepig en stiekem gewoon maar prijzen verhogen wanneer zij maar willen? Want als burger ben je toch kansloos? Als ik iets moet hebben en dat heb ik nodig elke dag, en ze doen er gewoon 50 cent of een euro op of 2 euro op, dan kan ik toch niet zeggen, ja, laat maar liggen, dan doe ik het niet. Dan word ik toch gedwongen om dat te kopen. En dat deugt toch niet, vrienden? Dat kan toch niet? Nou, en daarom zou ik zeggen, Den Haag, word wakker. Den Haag, pak dit aan. Hé, dit is je kans om eens een keertje wat terug te doen voor Nederland.